Hoe verkoop je nou deur aan deur? Ja, ik begrijp dat dat misschien bij je naar boven komt dat je denkt, hoe ga ik dat doen? Eigenlijk is het heel simpel. Net als een goede website, net als een goede flyer, net als een goede radiocommercial moet er een trigger in zitten. In jouw gesprek aan de deur moet er een trigger zitten dat mensen denken, ik sta op scherp. Ken je dat? Dat je ergens loopt en dat je denkt dat je naam hoort? Dat je denkt, je bent met iemand in gesprek en... Timo. Wat was dat? Dat je je naam ergens hoort, triggert hier iets bij jou dat je denkt, dat. En misschien ben je niet zo duidelijk, dat, maar wel in je hoofd, hoor ik dat nou goed? Snap je? Of dat je ergens loopt dat iemand zegt, sukkel. En dat je denkt, wat? Snap je? Je bent op een gegeven moment, of iemand zegt, je laat iets vallen. Wat? Dat. Die dingen. Ik weet niet welke bekend bij je voorkomt, maar er zijn er ontiegelijk veel dingen die je triggeren. Er wordt getuterd in het verkeer, dat je denkt, wat is dat voor mij? Sta ik weer voor het licht te wachten terwijl die groen is? Dat. Dat moet je ook aan een deur creëren. En dat moment noem ik het aha-moment. Aha. Of, dat. En dat moment, dat weet jij het beste. Dat moment weet jij het beste. En eigenlijk kun je er heel simpel achter komen. Wat lost jouw product op? Als we even heel erg simpel teruggaan naar stofzuigers. Wat doet jouw stofzuiger dat andere stofzuigers niet doet? En als je dat in één fractie van een seconde kunt vertellen, dan trigger je iemand. Dan heeft iemand het idee, wacht eens even. Dus niet aanbellen, ting dong, iemand doet de deur open. Ja, goedemiddag, heeft even 5 minuten tijd, is het al klaar? Loop maar door naar de volgende deur. Want de meeste mensen zeggen, ik heb hier geen tijd voor. Waar gaat het over? Dat wil je niet. Dus je wil een trigger dat mensen zeggen, Stel, ik noem maar iets. Je bent glazenwasser. Hè, want de stofzuiger, volgens mij worden er geen stofzuigers meer aan de deur verkocht. Er zijn tegenwoordig zoveel goede stofzuigers. Ja, laten we even een voorbeeld bijvoorbeeld pakken van een glazenwasser. Hè, je bent glazenwasser. Je denkt, ik ga glazen wassen. Als ik toch in de buurt ben, wil ik even die andere deurtjes aandoen. Want ja, als ik hier één keer mijn autootje stop met een emmertje water, is het voor mij makkelijker om het hele rijtje te doen, als dat ik van straat naar straat naar straat moet en overal maar één huis kan doen. Dus ik vind dat denk ik wel een goed voorbeeld van nu. Nou, je bent glazenwasser, je belt aan, dan kun je op 2 manieren aanbellen. Je kunt daar met een tring, wij maken hier glazen ramen schoon in de buurt. Zullen we dat ook bij u doen? Want dat is makkelijk voor mij en makkelijk voor u. Kost 15 euro voorkant, achterkant. Zullen we dat doen? Dat mensen een beetje denken, oké. Ik weet eigenlijk niet zo goed of ik dit wil. Heeft u misschien een kaartje of een flyer? Dan kan ik het even met mijn man overleggen. Dat is wat je krijgt. Maar wat je ook kunt doen, want je bent er nu toch met je emmertje en je soppie, dat ze eventjes aanbellen en tegen die meneer of mevrouw zeggen, ik kom eventjes je ramen wassen. Vindt u dat goed? Want ze zijn helemaal vies. En dat die meneer en mevrouw zei, dat hoeft niet hoor. En dat je erbij zegt, geen probleem. Dus voor niks. Doe ik helemaal gratis en voor niks. Maar ik vind het zo zonde dat uw ramen zo vies zijn. Mijn taak als glazenwasser is gewoon dat mensen mooi schone ramen hebben. En ik vind het gewoon vervelend dat u niet lekker naar buiten kunt kijken, omdat de ramen een beetje vies zijn. Dus als u het niet heel erg vindt, wil ik ze met alle liefde even voor u schoonmaken. Dat is een heel ander gesprek en ook een langer gesprek. Dan, zullen we even je ramen schoonmaken voor 15 euro voorkant achterkant? Snap je het verschil? Bij het ene kom je iets halen, bij het andere kom je iets brengen. Op het moment dat je iets brengt, dan is de kans veel groter op een gesprek als dat je alleen komt halen. Je moet bereid zijn om dingen te brengen. Je moet bereid zijn om dingen te geven. Je moet bereid zijn om iemand eerst meerwaarde te geven en daarna pas na te gaan denken over hoe kan ik hier geld uithalen? Je moet jezelf bewijzen. Als je jezelf bewijst, dan zul je zien dat het makkelijker is. Dan zul je zien dat mensen denken, wacht eens even, goed werk, zag er goed uit, lekker geregeld. En het is voor jou een kleine moeite. Het moet voor jou een kleine moeite zijn. Het moet voor jou zoiets zijn dat je denkt, en ik kan laten zien dat ik goede kwaliteit heb, en ik kan het eventjes erbij doen, zonder dat ik daarop leegloop. Je gaat niet tegen iemand zeggen, ik ben schilder, ik ben daar aan het schilderen. Zal ik even uw hele huis voor niks schilderen? Dat doe je niet. Snap je? Maar als je daar bijvoorbeeld een verrot kozijn ziet, kun je wel even aanmelden. Ting ding, wat is er?
als u even meeloopt, ik heb hier kozijnen, dat is helemaal verrot. Dus persoonlijke tip, hoeft er niks mee te doen. Maar als u slim bent, voordat het erger wordt, moet u even een schildertje eigenlijk inhuren hiervoor. Misschien heeft u een eigen schilder, dan zou ik hem even bellen. Dat de mensen, nee, ik heb eigenlijk geen eigen schilder. Nou ja, ik wil er ook wel eventjes naar kijken. Dat is geen probleem natuurlijk, maar ik wil me niet opdringen. Dat is een heel ander gesprek dan, tring, ja, hey, verrotte kozijnenpartij hier. Zal ik hier even een offerte voor uitbrengen om te schilderen? Ik begrijp dat dat je doel is, maar dat wil iemand toch niet horen die lekker op de krant aan het lezen is in zijn tuintje en die denkt, oh ja, hè, lekker rustig dagje, er is niks aan de hand. Tring, oh, een krant neerleggen, ben ik geïrriteerd, mijn koffie wordt koud, nou, moet ik aan die deur toe. Zaten ze hun beide handen te schilderen, zijn producten verkopen, geen zin in. Maar ja, als die schilder zegt, hey meneer, mevrouw, misschien heeft u dit of wel niet gezien, dan is het gesprek anders. Sterker nog, er is een gesprek. Nou, laatste voorbeeld, en dan hoop ik dat je een beetje begrijpt wat ik probeer te zeggen. Misschien ken je het nog wel, ik weet niet of je het nog steeds doet of dat je het ooit hebt gedaan. Je bent op jacht naar een vriendje, vriendinnetje. Hè, op jacht klinkt een beetje plat, maar je bent vrijgezel. Je denkt, nou, ik hoop dat ik vanavond even iemand leuk tegenkom, hè, waar ik een klik mee heb. Dan kun je een paar dingen doen. Je kunt zeggen, hey, ik ga de kroeg in en ik ga iedereen aanspreken. En ik wacht gewoon tot er iemand zegt, oh ja, dat is goed, ik wil wel wat met je afspreken. Of je zorgt ervoor dat je een beetje opvalt. He, je zorgt ervoor dat mensen denken, hey, een leuke gozer, hey, leuke meid. Hey, waarom staan ze er allemaal te lachen? Hey, wat is daar aan de hand? Hey, waarom geeft hij een rondje aan zijn vrienden? Snap je? Je kunt op een paar manieren kun je opvallen. Maar één ding weet ik wel, dat als je denkt, hey, wacht eens even, die meid daar op de hoek of die jongen daar achter de bar, die vind ik zo leuk, maar ik moet vanavond indruk maken, anders gaat het niet lukken, dan houdt het al op. Snap je? Je maakt indruk op de langere termijn. Want je kunt één topavond hebben, maar als je de week erop er niet bent, of de avond erop er niet bent, en dan moet je weer een topavond hebben. Dan moet je weer indruk maken. Dus je wilt op de langere termijn bij mensen indruk achterlaten. En hetzelfde geldt op het moment dat je denkt, hey, hoe kan ik nou iemand voor me winnen? Dan ga je er niet heen, hey, jij, ik, vanavond, 12 uur. Nee. Snap je, er komt dus, hé, hey, hoe is het? Hé, leuke shirt heb je aan. Of hé, leuke schoenen heb je, zodat ze niet vies worden. En dan loop je weer verder. Het is niet opdringerig. Je gaat niet bij iemand staan. Hé, hey, hoe is het? Wat doe jij hier? En wat is je naam? En waar woon je? Wat is je leeftijd? En kom je hier al vaak? Dat, snap je? Het kan wel werken, maar het werkt vermoeiend voor beide. Die ander die denkt, joh, wat kom je doen? Ik ben even met mijn maat op stap of even met mijn vriendinnen weg. En jij komt jezelf een beetje opdringen. Maar als je nou gewoon heel subtiel laat vallen, hey, leuk schoenen. En je loopt weer door. Dan denk je, nee, kreeg ik compliment over mijn schoenen. Van wie? Ja, van die daar. Oh, leuk. Dat. Kleine dingen kunnen veel meer impact maken dan in één keer, bam, dit is mijn einddoel. Ik wil dit. Bereid het voor. Weet je, een inleiding heeft het nodig. Als jij het niet voor elkaar krijgt om bij iemand gewoon dit te doen. Oh ja. Trigger, oh, leuk, mijn naam, oh, ja, dat, dan wordt het niks. En weet je, vanaf dat moment is er een contact. Hey, leuke schoen, hey, dankjewel, hey, wie zei dat, die? Dat die ander dan bij jou langsloopt en zegt, ah, je hebt ook een leuk shirt aan. Dan weet je al dat er potentie in zit. En als die ander je vervolgens negeert voor de rest van de avond, ja, kan je of zeggen, ik ga het nog een keer proberen, nog een keer, onder het mom van de aanhouden wind, of je kunt zeggen, nou, dat is niet mijn type volk, en dan ga ik niemand anders toe. Er zijn meer vissen in de zee, hè? Je kunt wel zeggen, ja, maar ik moet aan die klant verkopen. Dat hoeft niet. Weet je, soms past die klant niet bij je. Dan moet je iemand anders hebben. Weet je, sta je niet blind op één partij. Zorg ervoor dat je genoeg hebt. Snap je? Zorg ervoor dat je genoeg hebt. Het is heel simpel. Als je 10 mensen hebt en je zegt tegen die 10 mensen, joh, dit is mijn product, wil je het kopen? Hoeveel mensen gaan het dan kopen? 1 of 2, even heel simpel gezegd. Stel, je hebt er 100. Als je tegen 100 mensen zegt, hey, dit is mijn product, wie wil het kopen? Denk je dan nog steeds dat het 1 of 2 zijn? Of denk je dan dat het misschien 1 of 10 zijn? Snap je? Het zit hem in de aantallen. Het zit hem in de volumes. Op het moment dat je gaat stoppen met, oké, ik moet 10 klanten per dag hebben. En je gaat denken, ik moet 100 klanten per dag hebben. Dan is de kans veel groter dat als je de inzet levert voor 100, dat je de 10 overhoudt. Als je de inzet gaat leveren van, ik moet er 10 hebben, ik moet er 10 hebben. Dan is de kans groot dat je de 1 of 2 overhoudt. En dan baal je ervan dat je er geen 10 hebt. Zet in op grotere aantallen. Dan zul je zien dat er meer voor je uitkomt.
Nou, ik hoop dat je hier eens mee kunt. Als je nou echt zoiets hebt van ik wil gewoon even de basis weten, pak dan even de proefcursus mee. De proefcursus, de link staat denk ik ook onder dit bericht. Daarin krijg je alle basis van sales. Het is een simpel proefpakketje met schablonen, met templates. Kun je heel veel waardevolle informatie uithalen. Doe dat, zou ik zeggen, als je echt zoiets hebt van ik wil gewoon even die basis even onder de knie krijgen. Dan kun je daar zeker mee vooruit. Ik ben Timo. Timo Sonius van Meer Verkoopsucces. Ik wens je heel veel succes. En als er vragen zijn, laat het me gerust weten.